Oh my god, mensen. Vandaag is het donderdag, dus zeggen we goedemorgen deze morgen. Mijn naam is Pippi Blue. Nieuwe dag, nieuwe mini-vlog. Wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we een keer naar een CD, platen, DVD, video beurs gaan in Tielt. Dus dat gaan we een keer doen. Ik heb toch niks te doen. Anouk voelt dat niet zo goed. Ze ligt beneden in de zetel. Dus ik ga alleen een keer naar een beurs gaan. Voilà. Waarom niet? Waarom wel? I don't know. Maar ik ga het toch doen. Allee. We gaan nu naar Tielt. Let's go. Yo. Oké, wacht. Want, wat ik altijd doe, juist voordat ik vertrek met een auto en als ik zo een klein eindje moet rijden, zo, pak ik altijd iets uit de snoepenkast. Waarom? Omdat ik dan zo'n sneukelings kan voor een auto, hè. Dus wat gaan we meepakken? Een koekje of zo. Een cookie. Voilà, safari koek. Voilà, dat is eigenlijk zijn koeken van de Lidl of van de Aldi. Is dat van de Aldi of van de Lidl? Van de Aldi. Dat is van de Aldi en dat is eigenlijk juist hetzelfde als die dinosauruskoeken. Dus dat is wel hetzelfde. Weet je wat het verschil is? Hier staat er een leeuw op en daar staat er een tyrannosaurus op. En bij de dinosauruskoeken zitten er 3 in en hier zitten er 2 in. Dat is wel hetzelfde. Jawel. En we pakken dan natuurlijk ook een drankje mee. Maar ik zie dat we hier geen colaatjes meer in. Dus ga ik gewoon een flesje water meepakken. Voilà, een flesje water. Lekker gezond en reinigt de darmflora. Voilà, we zijn toegekomen in Tielt. De auto is geparkeerd, maar het is wel een tamelijk eindje van de beurs zelf. Omdat het daar blijkbaar nog een gewone markt is en ik heb daar 10 keer rondgereden. En nu sta ik eigenlijk wel een heel neint ervan, maar we gaan te voet gaan. We kunnen best een keer de stad zien van Tielt. Dus altijd goed positieve zien, hè mensen. Voilà, Kaals is goed nieuws. Het is hier een gewone rommelmarkt ook, dus daar gaan we straks naartoe. Maar eerst gaan we dus naartoe waar we gekomen zijn. Hij zei, het is de andere kant, dus ben ik benieuwd waar dat juist is. We gaan een keer moeten zoeken, denk ik. I don't know. Ja, maar best ook dat er nog een rommelmarkt is, want moest ik zo ver reden voor dat, dat was gewoon 2 keer niks. Hè. Ik kan zelfs niet 1 dvd zien, het staat erop, cd, platen en dvd beurs. Niet 1 dvd ligt er daar, maar oké. Chance dat er een rommelmarkt is, dus daar gaan we nu naartoe. Let's go. Voilà, dat was de rommelmarkt hier in Tielt. Ik heb een paar goede dingen gevonden. Als ik dan thuis kom, ga ik dan tonen wat ik allemaal gevonden heb. Eerst naar de auto en naar huis rijden. Maar bij dat ik hier nog iets ga kopen voor het eten op de markt. Ook en honger. Let's go. Yo. Wel, hallo daar iedereen. Ja, voilà, we zijn dus ondertussen weer thuis gekomen. Ik ga een keer tonen wat ik dus allemaal gekocht heb op de rommelmarkt. Eerst heb ik iets gekocht voor de Koen. Koen verzamelt alles van de Turtles. En deze heb ik gekocht voor hem. Voilà, twee, hoe noemen ze?
Raphaël en Leonardo. Voilà, twee turtles. Ze komen wel niet zo goed in focus, maar hey, het is wat het is. Voilà. Die waren 2,5 euro stuk. Dan heb ik deze box gekocht van Scary Movie. Met alle drie de films. Koen heeft dat juist wel gezegd tegen mij. Dat er 4 zijn in totaal. Maar oké, okay, doet er niet toe. Voilà, dan een keer juist steken. Voilà, zie. Ik heb daar 2 euro voor betaald. Voor deze drie films. Dus schoon een box set. Dan het volgende zit nog volledig in plastic. Dat was 50 cent. Dat was deze hier. Rogue Unrated. Voilà. Ik heb die al een keer gezien. Een goeie film dat is. Zo. Dan de volgende film is ook een horror. De Extended Edition. En dat is The Possession. Voilà. Dat was een euro. Zo. Dan de volgende film. Ik moet wel zeggen, de meeste films dat ik gekocht heb, waren enorm, enorm vuil. Hè. Het was niet normaal hoe vuil dan ze waren. Dus ik heb ze daar juist allemaal schoon afgekuist. En gelukkig waren ze allemaal eigenlijk heel proper. Maar het was gewoon vol met stof. Ik weet niet wat dat komt van op een zolder of een kelder te staan. Weet ik veel. Doet er niet toe. Kijk, nu zien ze er goed uit. Goed, de volgende film is met Tom Cruise. Dat is The Mummy. Voilà, dat was ook een euro. Dan de volgende heb ik vroeger, dat is dus al heel lang geleden, want die film is van, hier staat erop, 2006, maar dat klopt totaal niet. Ik weet niet van wanneer dat die film is. Ik weet het niet. Oké, dus deze film is In Dreams, die heb ik nog gezien in cinema. En dat is ook met Robert Downey Jr., dus die Iron Man speelt. En ik denk dat jij de slechte is die erin meespeelt. Dat is een film dat ik nog nooit gevonden heb op de rommelmarkt. Dus super blij voor hem te vinden. Dat was ook een euro. Voilà, dan de volgende film. Ik weet niet of dat een goeie is. Dat is een Nederlandstalige film. Maar ik heb er wel af en toe een keer een trailer van gezien. En ben blij dat ik hem nu een keer gevonden heb, want ik wil hem wel een keer zien. Dat is Prooi. Voilà. Dan de volgende film was ook 50 cent. En van de week had ik de remake ervan gezien. En iedereen op Die Hard filmliefhebbers had gezegd van... ja, maar de origineel is zoveel beter, zoveel beter. En nu moet het lukken. De eerste rommelmarkt dat ik doe, dat hij daar ligt. En dat was 50 cent. Voilà, zie. Old boy. Voilà. En dan de laatste dat ik gevonden heb, is een steelbook. Voilà, op DVD. Dat is White Noise 2 The Light. Deze was een euro. Voilà, zie. Voilà, dat waren mijn pick-ups voor vandaag. Ja, dus eigenlijk de bedoeling was dat ik naar een platen, dvd, cd beurs ging. Gelukkig was er daar ook nog een rommelmarkt, want die platen, cd, dvd beurs, dat trokt echt op niets. Dat was zelfs, denk, 4 of 5 standen dat was. En enkel platen. Ik heb 3 euro ingang moeten betalen en ik denk dat ik daarin nog geen 5 minuten buiten was. Dat was echt... niet normaal. Maar tot een andere kant was er dus een rommelmarkt. En daar heb ik dus dat allemaal gevonden. Maar het was er echt weer van dat sommige mensen zijn echt marginaal volk. Het was er echt een koppel ruzie aan het maken over 1 euro. Awel? Awel? Waar is mijn euro? Waar is mijn euro? Waar is mijn euro? En ik stond daar dus te kijken naar al die dvd's die daar stonden. Awel? Mijn euro? Hij had hem niet in het potje gestoken. Maar kan ik hem wel in dat potje gestoken? Jawel, ik heb het toch ingestoken. Maar kijk, die mensen had toch een dvd gekocht. Maar nee, maar kijk, ik ben hier aan het taal. Ik heb een euro tekort. Dus gaat die euro dan niet instoken? Ja, maar jawel. En ze waren aan het roepen aan het tieren. Weet ik, kijk, veel allemaal voor 1 euro. Oh jongens, dat is niet normaal. En dan op een gegeven moment mag die man hem kwaad. Hij zegt, wat moet je een euro aan? Hier is hij. En hij al 1 euro en hij smeet die 1 euro in die pot. Echt hoor. Ja man. Dan op een gegeven moment was er ook een stand met allemaal van Pokémon. En Jamie spaart van alles van Pokémon. En er lag er ook zo een heel dik pak. Allemaal dikke pakken met Pokémon kaarten. En ik vroeg, ja, hoeveel is voor een pakje? 50 cent. Ik zei, what the fuck, 50 cent? Hoe kan dat nu? Dus ik bel naar Jamie. Ik zei, ja... nee, ik had eerst gevraagd, ja maar zijn het allemaal verschillende? Ja, het zijn allemaal verschillende, want het zijn allemaal energiekaarten of zoiets. Weet ik veel.
ik ken er niks van, dus ik bel naar Jamie. Ik zei, ja, kijk, het zijn zo hele, hele dikke pakken. Heb je dat nodig? Of wil je dat? Nee, dat zijn energiekaarten, ik kan er niks mee doen. Dan hadden ze ook nog andere kaarten. Maar dat waren zo van die ijzeren blikken dozen, maar tamelijk grote zo. En dat was 60 euro voor één blik. Maar dat heb ik niet gedaan. Want 60 euro is me wel een klein beetje te veel. Zo, een beetje te veel zo. Dat hebben we niet gedaan. En dan voor de rest, ja, oké, het was allemaal in orde. Maar de meeste dvd's worden altijd nu verkocht aan 50 cent, een euro. Maar het er toch nog altijd mensen die 2 euro vragen, 3 euro vragen voor een dvd. En al die dvd's, dat ligt er op de hoop. Er wordt geen één verkocht. Waarom? De mensen kopen dat niet meer. Ik geef maximum 1 euro. Of het zou al 1 moeten zijn dat super zeldzaam is. Of allee, dat ik echt nog nooit gezien heb of zo op een rommelmarkt. Dan had ik misschien meer gegeven. Maar eigenlijk geef ik voor een dvd maximum 1 euro. En voor Blu-rays, ja, dat is te zien. Maar Blu-rays, als het bijvoorbeeld een laatste nieuws is of zo, zal ik er misschien ook wel 5 of 6 euro voor geven. Maar eigenlijk geef ik ook maximum 3, 4 maximum voor een Blu-ray. Wat ik wel nog nooit op de rommelmarkt zie liggen, dat is een 4K Blu-rays, dat ik persoonlijk nog nooit zie liggen op de rommelmarkt. Ik heb wel al gezien bij Die Hard Film Liefhebbers, dat je kunt volgen op... dat is een groep op Facebook, dus je kunt daar, als je dat wil volgen, Die Hard Film Liefhebbers, heel toffe groep, alles over films. Wat was ik nu eigenlijk aan het zeggen? Dus daar heb ik wel een keer iemand gezien, dacht ik, dat een 4K Blu-ray gevonden had in een kringloopwinkel. Dus alles kan. Maar dat ik het zotste dat ik ooit al een keer gevonden heb in een kringloopwinkel, dat is het laatste seizoen van Star Wars Rebels op Blu-ray. Dat vond ik wel zot. En dat was een euro en een half. Dat was echt zot. Ik zei, hoe kan dat nu in de kringloopwinkel zijn? Maar oké, het is wat het is. Voilà, kijk. Dat is de video voor vandaag. Of de vlog voor vandaag. Het is misschien maar een klein vlogje. Maar hey, beter iets dan niets. Vandaag is een feestdag. Dus we zijn thuis vandaag. Anouk voelt daar niet zo goed vandaag. Ze ligt in de zetel. Ze is een beetje ziek. En wat ga ik doen? Ik ga op mijn gemakje nog wel naar een film kijken of zo. Of ik weet niet wat ik ga doen. We gaan het wel zien. Gewoon alleszins chill en op het gemakje. Voilà, sowieso. Voilà, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog. En wanneer dat is, dat weet ik niet. U gaat het wel zien, hè, mensen. Allee, salutjes. Yo.